jouw probleem, jongen. Hij heeft wel een succes. Ja, wel een mooi. Jongen, dankjewel, jongen. Nou, beladen. Ja, heel beladen. Ja. Ja, dat is zoveel emotie opbrengen. Ja. Hey, kan hem aan, hè? Ja, Elbert Hesse. Ja. Wat is zijn naam? Elbert Hesse. Westerbeek. Hallo. Ben je er? Hi. Ja. Elbert Westerbeek. Ja. Nou, het was vooral een lange dag voor mij. Ik ben om 7 uur begonnen bij het AD en ben nu hier, dus ben een beetje emotioneel daardoor. Maar ja, het was gewoon pittig. Een momentje hoor. Ja, stap ik erin? Okay. Ja, ja. Geen probleem. Het was een pittig gesprek om vooral zeg maar, tot concrete punten te komen. En dat emotioneerde mij ook. Dat was even spanning die er even uit moest. In hoeverre wat emotioneel, u moest huilen? Ja, ja, heb je gezien. Dus, nee, ik heb het niet gezien, maar hoe ging het dan? Wat? Heel emotioneel, want ik moest even alle spanning eruit van de hele dag. En van het gesprek, omdat het zoveel moeite kost om het uiteindelijk concreet te maken. Want hij praat natuurlijk een hoop. Hoewel, hij heeft wel aardig geluisterd, maar hij gaat toch dan zijn beleid uitleggen. En ik wilde heel duidelijk, en wij wilden heel duidelijk, concrete afspraken. Ja, maar wat ga je dan doen? Ja, maar wat ga je dan doen? Kunnen we daar een concrete afspraak over maken? Dus dat hebben we constant gedaan, waardoor er dus een aantal afspraken gemaakt zijn. Het belangrijkste daarvan is dat we na de zomer een nieuwe afspraak hebben. En dat we dus hem gaan houden aan alle dingen die wij hebben afgesproken. Nou ja, dat klinkt nog steeds, ja, afspraak of afspraak. Kunt u een afspraak eruit lichten waarvan u zegt, dat vind ik belangrijk, daar ga ik hem aan houden? Dat gaat over inspraak. Daar komen nieuwe gesprekken over. Dat moet nog intern worden geregeld, maar daar komen gesprekken over. Hij gaat bemiddelen in voor specifiek woonwagenbewoners dat er een gesprek komt met burgemeester Krikken. Er zijn heel veel problemen. Dat is heel belangrijk. Hij gaat het manifest onderzoeken, bestuderen. Wat staat er in jullie manifest? Ja, het is heel uitgebreid, maar wat is daar belangrijk aan? Nou, ik neem aan dat jullie het gelezen hebben. Niet in die korte tijd, nee. Nou, er staan eigenlijk alle zorgen en problemen in, gerubriceerd met alle bronnen uit publieke, zeg maar uit de kranten en zo, om dat te ondersteunen. Dus dat gaat van zorg tot eigenlijk alle onderwerpen. Maar dat is een mooi voorbeeld, het woonwagenbeleid. Daar gaat hij zich hard voor maken. Nee, hij gaat zorgen dat er een gesprek komt tussen diegene en burgemeester Krik. Oké, en nog een ander onderwerp? Over inspraak had ik het en daar komen vervolgafspraken over. Maar omdat er nog mensen bij betrokken zijn die eerst van worden ingelicht, kan ik daar nu even niet zo over zeggen, maar dat komt later. Naar aanleiding van het gesprek, met welk gevoel staat u hier nu? Ja, eigenlijk heel goed. Ik ben echt wel overtuigd dat we nu, wat hij ook zegt, van het is het begin van een proces. En we hebben ook aangeboden dat de gele hesjes altijd bereid zijn om met hem in gesprek te gaan. Om zeg maar ook te adviseren. En sorry, nog even. Nee, maar de laatste vraag is, wat nu? Hoe nu verder? Nou, we gaan, we houden natuurlijk contact. De deur staat open. We gaan kijken of hij aan zijn afspraken, of hij nakomt. En of ja, dat het in voor een gesprek na de zomer komt, zodat wij ja, verder kunnen. Stel nou dat hij die afspraken niet nakomt, wat dan? Ja, dat moeten we dan zien. Daar gaan we in ieder geval door als gele hesjes met de demonstraties. Dus in Nijmegen, in Rotterdam. Ook al staat het gesprek gepland? Ja, we gaan gewoon door en we hopen dat we roepen ook alle potentiële gele hesjes op om überhaupt om gewoon de straat op te gaan om ons te steunen. Omdat we aan het begin van een proces staan om echt iets te kunnen bereiken. En dat wil zeggen ook systeemveranderingen. Want dat is heel belangrijk. Ik heb hem ook gevraagd of hij wil onderzoeken GESARA. GESARA is een Global Economic Reform programma. Wat betekent dat de munt weer teruggaat naar de goudstandaard.
Wat dat ik heel... Sorry dat ik onderbreek, maar dat is echt zo minimalistisch. Dat maar, is niet minimalistisch, want dat is een systeemverandering die heel belangrijk is. Ja, maar dat wordt heel lastig uitleggen. Nee, want ik het wordt niet lastig, want dat betekent dat, dat mensen schuldenvrij kunnen gaan worden. En dat is iets heel belangrijks. Nee, dat snap ik. Alleen, ja. Maar dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.